François, eindelijk weer die overwinning. Dat lijkt me lekker. Ja, dat was lang geleden, dus laten we maar koesteren. Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Het was niet onze beste wedstrijd. Hè. We hebben wel betere wedstrijden gespeeld en die leverden wat minder op. Ik denk wel uiteindelijk dat wij de meeste en de beste kansen hebben gehad over de hele wedstrijd. Ik denk dat zij de eerste helft 2 counters hebben gehad met een balletje voorlangs en een kans nog daarvoor. Ja, voor de rest hebben wij denk ik de meeste kansen gehad, zonder dat wij echt heel, heel sterk voetbalden. Maar ja, we hadden net eerder moeten beslissen. Wordt eerst sinds januari weer in de basis? Ja, klopt. Langdurige blessure gehad natuurlijk, vervelend. Hard gewerkt om hier uiteindelijk weer te staan. En dan is het ook fijn om hier te staan met 3 punten. Ja, hoe heb jij naar het centrale duo gekeken? Bijvoorbeeld Odenthal, ik denk dat jij heel belangrijk voor hem kan zijn. Is dat ook zo? Ja, dat zou je uiteindelijk hem moeten vragen. Aan de andere kant natuurlijk, in de periode dat ik er niet was, heb ik vaak met hem situaties besproken. Probeer ik hem daarin te ondersteunen, hetzelfde als Sturing en Kvida. Als ik er voor hem kan zijn, zal ik dat altijd doen. Ja, ik zei op de radio, als die 1-0 eenmaal gaat vallen, dan gaat NEC meer vrij uitspelen. Dat viel nog wel mee, hè? Vond je ook niet? Ja, ik denk zeker als dat de eerste helft was gebeurd, denk dat we dan wel wat meer, wat meer ruimte ook gaan krijgen van hun. Want zij zakten toch best wel wat in en lieten ons de bal. Nu was het eigenlijk de tweede helft toen wij 1-0 maakten, was het eigenlijk andersom. Want toen verloren we eigenlijk een beetje de grip op het middenveld. En kregen we niet zoveel druk meer op de bal, zonder dat dat leidde tot kansen. Dan hadden we wel even een fase dat ik dacht van nou, als we nu die drukte niet op kunnen houden, dan kunnen zij misschien nog gevaarlijk worden. Ja, en dan sta je weer in de basis en dan geef je meteen de paas op de 1-0. Ik denk dat we vooraf al meerdere kansen hadden kunnen benutten. Alleen uiteindelijk ben ik natuurlijk blij dat we daar een gaatje hebben weten te vinden en die aanleiding heeft gegeven tot de 1-0. Ze speelden heel verdedigend inderdaad. En dan heb je je backs heel hoog en dan je buitenspelers ver naar binnen. Hoe lastig is het dan om het gat te vinden? Ja, dat klopt. Dat moet een beetje een wisselwerking zijn tussen inderdaad hoge backs en buitenspelers aan de binnenkant. Als, zeg maar, als dubbele 10, om het zo even te zeggen. Nou, je zag bij Ole is natuurlijk van nature een spits, gaat al wat vaker naar binnen. Nou, Bas kwam daar de eerste helft vaak overheen. Aan de andere kant was dat wat moeizamer met Bart en met Jona. Omdat Jona het vaak ook wel breed wil houden, 1-1 wil opzoeken. Alleen ja, zij staan dan zo compact bij elkaar dat je die ruimtes tussen de linies niet hebt. En dan speelden we de hoge bek aan, maar dan stonden wij gelijk onder druk. Dus dat, ja, daar hebben we de rust wel wat over gezegd. Alleen dat heeft ook met een tegenstander te maken. We hebben tegen een heel compacte jong PSV gespeeld. Het was zeker eerste helft met momenten lastig erheen te komen. We zeiden tegen elkaar, we voelden in ieder geval in de wedstrijd van de ruimte gaat een keer vallen. We laten ze veel lopen. Ja, en dan sla je op een gegeven moment toe en naderhand ook niet meer in gevaar gekomen. Nu maandag naar Jong AZ. Wat wordt dat voor een wedstrijd, verwacht je? Ja, dat zien we wel weer. Hè. Het is blijven jong teams, blijven het lastig wie er meedoet. Dan moet ik wel zeggen dat en AZ en ook wel Utrecht en nu ook PSV een vaste groep hebben. Die niet zoveel meer wisselen als in het verleden met wat spelers die van het eerste meedoen. We gaan het zien. Het blijft blijven altijd lastige wedstrijden. Dus nu ook, je moet eerst de eerste goal maar eens maken. We gaan voor resultaat, want de start van de tweede periode is nu. Dus als we dat een mooi vervolg kunnen geven, zit je ook, een mooi woord, in een bepaalde flow. Hè? Kijk je tegen die jong teams aan eigenlijk? Ja, het is zo. Ik heb natuurlijk vorig jaar of jaar daarvoor bij AZ gespeeld. En ik heb een jong AZ meegedaan. Kijk, voor die jongens is het hartstikke goed om zich te ontwikkelen. Ik denk ook dat je aan Nederlandse voetbal. Dat de jongens als Malen of noem maar op, zijn natuurlijk denk tientallen te noemen die in deze competitie hebben gespeeld om uiteindelijk te ontwikkelen. Dus ik denk dat het goed is voor Nederlands voetbal. Ik begrijp ook dat het voor de supporter af en toe wat minder is. Ik heb daar verder geen standpunt in. Het is aan de KNVB, het is aan anderen om daar een oordeel over te geven. Wij spelen deze wedstrijden. En het belangrijkste is dat we binnen het afsluiten en dat hebben we vandaag gedaan. Maar heb je het er dan ook over? Over van joh, dit kan je verwachten, laat je niet gek maken. Door de accommodatie komen, als 150 man komen is het veel. Ja, dat zal misschien wel het grootste speerpunt worden. Hè. Het zal niet zozeer gaan, natuurlijk gaat het ook om tactiek, hoe speelt een tegenstander. Maar ik denk vooral ook hoe je zelf in je kopje gaat zijn. Hoe ga je om met de omstandigheden, met wat ouder kunstgras, met misschien een wat kleiner veld, met wat jij net benoemd. Als dat goed is, maar dat zit vaak bij deze jongens wel goed mentaal, dan is de kans groot op een overwinning. Alleen, je hebt ook met kwaliteit van de tegenstander te maken. Ze hebben ook gewoon goede spelers. Volgens mij hebben ze ook van Ajax gewonnen. Ik zag naar de tussenstand. Dus ja, gewoon een goede ploeg. Maar goed, wij willen daar wel 3 punten halen. De eerste 3 punten van het weekend zijn binnen? Maandag telt niet meer als weekend. Hè? Maar als we hem dan meetellen, dan gaan we er ook nog een keer voor 3. Ja.